Ja, de economie. We moeten nog een beetje geduld hebben, maar er komen betere tijden aan. Blijkt uit de nieuwste voorspellingen van de Nederlandse Bank. Na 7 ronduit slechte jaren zal de koopkracht voor het eerst weer flink omhoog gaan. Nog niet volgend jaar, maar in 2015. Ja, je mag het echt een keerpunt noemen. 2014 zal nog een jaar met plussen en minnen worden. Maar je ziet langzaam in 2015 zie je de robuuste economische groei weer terugkomen. De Nederlandse Bank kijkt een jaar verder vooruit dan het Centraal Planbureau en ziet duidelijke signalen dat het nu de goede kant op gaat. De economische groei blijft mager, van 0,5% in 2014 naar bijna 1% in 2015. Maar na volgend jaar trekt ook de export verder aan. De werkgelegenheid stabiliseert, de huizenprijzen zullen eindelijk ietsje stijgen en belangrijk voor consumenten, de koopkracht gaat in 2015 voor het eerst in jaren omhoog. Met 2,5%. We hebben een aantal zeer magere jaren achter de rug. Ik denk zo'n 7 ongeveer. En dat is nieuws wat de consument op dit moment erg goed kan gebruiken. En het perspectief voor 2015 is wat dat betreft echt gunstig. Voor het eerst een keerpunt. Voor het eerst een keerpunt, ja. Het is een omslagpunt, een klein omslagpuntje. Niet meer een negatieve trend en een klein beetje omhoog. Volgens mij vindt u ze veel te positief. Nou, veel te positief. In de toonzetting wordt het positief. Want een robuuste groei, zoals ze zeggen, in 2015 van 0,9%. In historisch opzicht is dat bijna een recessie. Hans Stegeman, macro-econoom van de Rabobank. Dank u wel.